In deze les gaan we kijken naar een vaardigheid die je vaak nodig hebt tijdens toetsen, maar ook tijdens eindexamens. En die vaardigheid is uh, het afleiden van een formule. Dus je krijgt een formule gegeven en aan jou wordt gevraagd: laat maar eens zien hoe je aan die formule kunt komen. En net zoals de, in de andere how-to-filmpjes, beginnen we met een algemeen plan van aanpak. En die gaan we daarna toepassen uh, in deze uh, film in maar liefst drie verschillende situaties. Hoe ziet het algemene plan voor aanpak eruit? Nou het eerste is misschien een, een dooddoener, maar maak eerst eens een schets van de situatie. Wat gebeurt hier natuurkundig gezien? Probeer voor jezelf duidelijk te maken dat je snapt uh, wat er gebeurt. Dan schrijf je natuurlijk de formule op waar je uiteindelijk naartoe moet werken. Dit is eigenlijk een soort toonaanvraag. Je krijgt het antwoord, je moet alleen laten zien hoe je aan dat antwoord uh, kunt komen. En uh, dan komt misschien het moeilijkste gedeelte. Dan ga je aan de hand van de situatie waar je mee te maken hebt, dus je gaat je schets goed bekijken, ga je formules opschrijven waarvan je denkt dat je die kun, uh, kunt gebruiken bij de afleiding van uh, de formule die gevraagd wordt. En die formules moeten natuurlijk ook van toepassing zijn op de situatie waarover het gaat. En je kunt dan nog uh, aan twee dingetjes uh, denken als je die formules gaat opschrijven. Uiteindelijk. Moet je ervoor zorgen dat alle grootheden die in de gevraagde in de af te leiden formule staan, ook ergens in een van de andere formules terug te vinden moet zijn. Het kan niet zo zijn dat je een grootheid mist in de af te leiden formule, want als dat zo is, dan heb je nog niet genoeg of, nog, of niet de juiste formules uh, opgeschreven waarmee je gaat beginnen. Dan moet je nog eventjes goed doorpuzzelen uh, welke formule je er nog meer bij kunt zetten. Daarnaast kun je ook kijken, als je je formules hebt opgeschreven, naar welke grootheden er eh, wel in de formule staan die je hebt opgeschreven, maar niet in de formule die je moet afleiden. Want die grootheden geven jou vaak al een tip eh, in welke richting je moet gaan werken om uiteindelijk tot je antwoord te komen. Want die grootheden moet je zien kwijt te spelen en een manier om dat te doen is door middel van substitutie. We gaan het dus, eh, toepassen deze vijf stappen in een eh, voorbeeld en het voorbeeld ziet er als volgt uit. Ik heb twee platen, een minplaat en een plusplaat. Bij de minplaat bevindt zich een elektron. Die staat stil. En op het moment dat er spanning komt op die twee platen, zal het elektron worden afgestoten door de minplaat, worden aangetrokken door de plusplaat. Dus hij zal naar rechts bewegen. En hij zal zelfs versnellen. En daarna kan het elektron door een gat in de plusplaat met een constante snelheid doorbewegen. En dat ziet er dan zo uit. En we gaan kijken naar de situatie dat het elektron net door het gat in de plusplaat gaat. Hier dus. En nu komt de vraag. De vraag is als volgt. Toon aan dat voor de snelheid geldt dat de snelheid in het kwadraat gelijk is aan 2 mal e mal u gedeeld door m. Waarbij, dan moet ik er wel even bij zeggen, e de lading is van het elektron. Want we kijken hier alleen naar, naar elektronen. En m de massa van het elektron. Nou, stap 1 is, nou, de schets heb ik eigenlijk al gemaakt, dus dat is eigenlijk stap 1. De volgende logische stap die je dan gaat maken, is dat je gaat nadenken. Ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk, natuurkundig gezien? En wat hier gebeurt, is um, dat er een beweging is. En met beweging heb je ook altijd te maken met energie. Dat het elektron gedurende die beweging tussen die twee platen, elektrische energie verliest. En die elektrische energie wordt omgezet in kinetische energie. En je krijgt dus een, um, een, een energiebalans. En die ziet er als volgt uit. Één kinetisch is gelijk aan E elektrisch. Dat is mooi want uh, voor allebei de energieën hebben we ook een formule en die kunnen we dus invullen. Voor kinetische energie geldt is gelijk een half mv kwadraat en de elektrische energie is Q mal U maar in onze situatie omdat we alleen met de elektronen werken uh, schrijven we op E mal U. Als we deze twee formules die ik nou net heb opgeschreven gaan vergelijken met de formule die we moeten aantonen dan zien we tot onze uh, blijdschap uh, dat alle grootheden in de aan te tonen formule ook terug te vinden zijn in die twee formules die ik heb opgeschreven dus ik mis niks hiermee zou het best kunnen en wat ik nu dus ga doen is de energiebalans opschrijven, dat ziet er als volgt uit en deze energiebalans omschrijven totdat ik hem uh, heb opgeschreven in de vorm v kwadraat is en dat is in deze situatie vrij eenvoudig want uh, ik kan uh, de half m naar de andere kant halen dan krijg ik al v kwadraat is en eh, dan deel ik door half. En delen door een half is hetzelfde als vermenigvuldigen met 2. En dan krijg ik de gevraagde formule. En als je dit dus zo opschrijft, dan is het voor iedereen duidelijk hoe je aan die formule komt. En dan heb je hem goed aangetoond. We gaan eh, deze natuurkundige situatie een klein beetje uitbreiden. Dit wordt de tweede situatie. Want eh, nu gaat het volgende gebeuren: het elektron wordt versneld tussen de twee platen vliegt door het gat naar buiten en komt vervolgens in een magnetisch veld. En je kunt aan de richting zien dat de, of de veldlijnen, die staan hier, het papier in. We gaan eens kijken wat er gebeurt. En wat zien we op het moment dat het elektron het magnetisch veld inkomt, gaat het bewegen in een cirkelbaan. En we gaan dadelijk kijken of we dat ook aan onszelf kunnen uitleggen, waarom dat is. En, uh, we gaan eerst even kijken naar de grootheden die hiervan belangrijk zijn. Want we gaan nu kijken naar uh, het gedeelte waarin het elektron zich bevindt in het uh, magnetisch veld. Dus het gedeelte waar hij ook afbuigt. En het elektron komt binnen met een bepaalde snelheid, v. En omdat het elektron een lading heeft en een snelheid en het door een magnetisch veld beweegt, uh, zal er ook sprake zijn van een Lorentzkracht. En nu kun je met behulp van je linkerhandregel, de FBI-regel, kun je nagaan in welke richting die Lorentzkracht zal moeten staan. Nou, eigenlijk weten we dat natuurlijk al, want het elektron buigt af naar beneden, dus die Lorentzkracht die staat naar beneden gericht. Wat nu gaat gebeuren door die Lorentzkracht is dat het elektron een cirkelvormige baan gaat doorlopen, en die baan heeft ook een straal, en die straal die noemen we r, en die heb ik hier in rood aangegeven. Nou, dit is de situatie. En we krijgen nu de volgende vraag. Toon aan dat geld voor die straal R van de baan die het elektron doorloopt. R is m mal v gedeeld door b mal e. Waarbij weer m en e de massa en de lading van het elektron zijn. Ja en hier gaan we op dezelfde manier te werk. We moeten eerst zien te uh, herleiden wat gebeurt hier nu eigenlijk. Wat is hier natuurkundig aan de gang? Waarom gaat het elektron een cirkelbaan doorlopen? We hebben eerst te maken natuurlijk met de Lorentz kracht. Van een elektron en voor de Lorentzkracht van een uh, bewegend deeltje geldt uh, die is gelijk aan B mal q mal v. Maar we hadden hier uh, voor q hadden we kleine letter e gebruikt, dus we mogen opschrijven. F Lorentz is B mal e mal v. Gebeurt ook nog een tweede ding, namelijk het uh, elektron gaat een cirkelvormige baan doorlopen. En alles wat een cirkelvormige baan doorloopt, daarvoor geldt dat de resulterende kracht op dat voorwerp gelijk moet zijn aan de middelpuntzoekende kracht. En die is gelijk aan mv kwadraat gedeeld door r. In deze situatie is er maar één kracht. Die werkt op het elektron. Zwaartekracht dus en andere effecten die laten we even buiten beschouwing. Dus het elektron voelt maar één kracht. Dat is de Lorentzkracht. En omdat het een cirkelvormige baan doorloopt, kunnen we zeggen dat die Lorentzkracht gelijk moet zijn aan een middelpuntzoekende kracht. Ook voor deze twee krachten kunnen we opzoeken welke formules dat erbij horen. En als we die uh, krachten in formulevorm invullen, dan wordt dat dus uh, b mal 1 mal v is gelijk aan m v gedeeld door r. Nu gaan we weer eens even kijken. Uh, de formule die we moeten aantonen, afleiden, uh, die bevat vijf grootheden. En die vijf grootheden die vind ik ook terug in de formule die ik zo, uh, zojuist zelf heb opgeschreven. Dus uh, deze is. Uh, op te lossen. Ik moet alleen even de boel uh, goed ordenen. Ik moet r aan de linkerkant van het is-teken en alle andere dingen aan de rechterkant van het is-teken krijgen. Uh, en ik kan dan meteen uh, wat vereenvoudigen, want ik heb uh, links en rechts van het is-teken een v. Die kan ik tegen elkaar wegstrepen. Dan krijg ik dit. En uh, nu kunnen we in één stap wel, uh, dat kunnen we in één stap doen. Dat ziet denk ik iedereen wel. Dat we r naar de rechterkant kunnen halen en dat dan b mal e onder de streep, uh, sorry r naar de linkerkant halen en b mal e onder de streep naar de rechterkant en dan krijgen we deze. En dan hebben we aangetoond um, hoe we aan de formule R is M mal V gedeeld door B mal E komen. Derde situatie, want we gaan hier nog uh, mee verder. Uh, de derde situatie is eigenlijk uh, dezelfde situatie. Ik heb dat elektron het wordt afgebogen in een magnetisch veld en het doorloopt een cirkelbaan met een straal R. Maar we moeten een andere formule aantonen, afleiden eigenlijk. We moeten afleiden dat er geldt. R is wortel 2UM delen door b kwadraat e. Dit ziet er al wat ingewikkelder uit. En um, wellicht dat het ook ons iets meer moeite gaat kosten om deze uh, af te leiden. En ik geef je één ding cadeau. Dat is namelijk uh, dat we in het vorige voorbeeldje uh, de volgende relatie al hadden gezien. En uh, die ga je zeker nodig hebben. Dus die schrijf ik alvast op. R is m mal v gedeeld door b mal e. Nou, nu gaan we even terug naar het uh, stappenplan. Als ik nu kijk naar de formule uh, die ik heb uh, opgeschreven uh, rechtsboven en ik vergelijk die met de formule die in het midden staat, dan zie ik dat ik grootheden mis. Ik mis namelijk de grootheid u, de spanning. En ik zie nog iets. Ik zie namelijk dat uh, in de formule rechtsboven dat daar een grootheid v staat die ik helemaal niet nodig heb. Dus ik weet nu al, eh, ik moet nu een, eh, op zijn minst één formule extra erbij zetten. En daar moet op zijn minst die spanning in terugkomen. Gelukkig hadden we in het eerste voorbeeld ook al een eh, afleiding gemaakt. Een afleiding voor de snelheid waarmee het elektron eh, door het gat in eh, de plusplaat eh, schiet. En het is ook met die snelheid dat het elektron het magnetisch veld binnenkomt. Dus eh, ook die formule kunnen we in deze eh, situatie best gebruiken. En die formule luidde als volgt. Dat v kwadraat gelijk is aan 2 maal E maal u gedeeld door m. En nu heb ik een formule met u erin. En ik heb nog iets anders. Ik heb namelijk ook twee formules waar die v in staat. En op het moment dat je dat hebt, kun je die twee v'tjes, Die kun je uh, met een slimme truc kun je die uh, kwijtspelen, namelijk door middel van substitutie. Laten we eens kijken hoe we die substitutie makkelijk kunnen gaan doen. Wij willen die v kwadraat uh, eigenlijk substitueren. Dan zal ik natuurlijk die rechterformule. Um, alles kunnen de wortel kunnen trekken. Dan krijg ik v is de wortel van iets. Maar werken met de wortel met zo'n afleiding is niet zo fijn. Dus de tip die ik wil meegeven is. Het is veel handiger om aan de linkerkant gewoon alles te kwadrateren. En als ik dat doe dan krijg ik deze vergelijking. En in deze vergelijking staat v kwadraat. In mijn andere formule staat ook v kwadraat is. En nu kan ik dus vrij eenvoudig gaan substitueren. Want nu kan ik in de uh, formule uh, linksonder, in plaats van de v-kwadraat, 2eu geelte m opschrijven. Nou, dat ga ik in de volgende stap doen. En uh, voor de duidelijkheid heb ik even die, de haakjes omheen gezet, zodat je ziet waar um, die v-kwadraat gebleven is. En uh, wat je nu vaak uh, kunt, en in deze situatie ook, is de boel vereenvoudigen. Want ik heb uh, boven en onder kan ik een e wegstrepen tegen elkaar, boven en onder kan ik een m wegstrepen. En dan hou ik uh, deze vergelijking over. R kwadraat is gelijk aan 2 mu gedeeld door b kwadraat e. Dan hoef ik nog maar één stap te doen om naar mijn antwoord te komen. Dat is alles de wortel trekken. En dan krijg ik R is wortel 2 mu gedeeld door b kwadraat e.